Het kweken van walnoten is in Nederland in opkomst. De meeste noten die we nu kraken komen uit warmere landen, maar het kweken kan ook in ons eigen land. Eva en Huub Schepers uit Luttelgees zijn pioniers op dit gebied. Zij waren de eerste in Flevoland met een walnotenboomgaard. Ze vinden het mooi dat er steeds meer interesse is voor de walnoot. Het is nu wel zo dat noten wel heel erg in de belangstelling staat. Er is ook een notenvereniging die dat allemaal probeert te helpen. Dus jonge aanplanten die komen er wel steeds meer bij. Het echtpaar kwam in de jaren 90 naar de Noordoostpolder. Ze kochten er een boerderij met 2 hectare grond waar ze 200 walnotenbomen hebben geplant. Ik ben geboren Brabander en Eva, mijn vrouw, komt uit Utrecht. En we hebben alle twee Wageningen gestudeerd, dus de planten, we wilden iets met planten doen. Dus vandaar. Dat werden dus walnoten. Die vallen rond deze tijd, als ze rijp zijn, naar beneden. Ze zitten in de bomen in zogenoemde bolsters, een groen omhulsel. Die zit dan dicht, aan de boom barst open, zo. En dan daarin zit de walnoot. En die valt op de grond. En dan rapen we hem op. En brengen we hem naar de drooginstallatie toe. En dan kan die daarna verkocht worden. Dat rapen is veelal handwerk. In het buitenland wordt het volgens Schepers ook wel met machines gedaan. Maar in Luttelgeest gaat elke walnoot met de hand in de mand. Het is geen hobby en het is geen bedrijf waar we van kunnen leven. Dus het zit er ergens tussenin. Dus zeg maar nevenactiviteit. Met de grond zou op andere manieren meer verdiend kunnen worden. We zitten in de Noordoostpolder. De grond is hier vreselijk duur. Dus we zouden veel meer verdienen als we dit zouden verhuren. Voor bollenteelt of aardappels. Maar goed, we hebben besloten om het zo te doen. En waarom heeft u dat besloten? Ja, dat voelt voor ons beter. We telen biologisch. Dat is natuurlijk, toen we begonnen, bestond dat woord misschien nog niet, agroforestry. Dat we met meerdere gewassen door elkaar begonnen zijn. En nu heeft iedereen het ook over biodiversiteit. Agrobiodiversiteit. Nou, dat is hier ook. We komen soms allerlei beesten tegen. Dat is een meerwaard dan alleen het geld. En noten uit Nederland zijn duurzamer dan die uit het buitenland. Ten eerste zitten er natuurlijk veel minder vliegkilometers in. Want die moeten overgevlogen worden. Biologisch telen doen ze daar nog nauwelijks. En de noten worden ook chemisch behandeld om ze mooi blinkend schoon te krijgen. Dat is bij ons allemaal niet zo. De verschillende soorten walnoten uit Luttelgeest worden gedroogd en daarna verkocht bij notenkramen op weekmarkten. Het gaat dan in totaal om zo'n 1000 kilo per jaar. Die hoopt het echtpaar nog lang te kunnen blijven leveren. Ja, officieel met pensioen, maar goed, dat is maar net hoe lang je het vol kan houden. Dus dat gaan we zien. We hebben geen einddatum vastgesteld.